Hallo. Ik wil even iets vertellen over mijn ervaringen met de onderhandelmakelaar. Ik heb een paar maanden geleden een huisje gekocht via de onderhandelmakelaar in Gouda. En dat moest in een hele korte periode, want we waren maar heel kort even in Nederland. En heel druk op zoek gegaan naar een huis. En op een gegeven moment hadden we een huisje op het oog en toen hebben we de onderhandelmakelaar ingeschakeld. En we kwamen daarop eigenlijk via mijn dochter en schoonzoon, want die zijn ook niet zo lang geleden verhuisd. En die hebben heel veel zitten zoeken naar makelaars en die kwamen met dit idee. En het concept waarmee zij werken, dat sprak mij erg aan. Zij gaan namelijk uit van een kleine vaste prijs. Dus een minimaal bedrag wat je sowieso betaalt. En daarbovenop komt dan een percentage van het bedrag wat zij kunnen afkrijgen van de vraagprijs van hun huis. Dus hoe meer zij van de vraagprijs kunnen afkrijgen, hoe groter voor hun het bedrag is wat zij verdienen. Maar natuurlijk ook hoe prettiger dat voor ons is, omdat wij dan minder hoeven te betalen voor de aankoop van het huis. Nou, wij vonden dat gewoon wel een hele slim concept, omdat je eigenlijk op deze manier een soort win-win situatie hebt. De makelaar doet erg zijn best om dat bedrag naar beneden te krijgen. En voor ons is dat alleen maar heel erg prettig, want wij willen natuurlijk zo laag mogelijk bedrag om te kopen. Dus nou ja, dat vonden we leuk. En toen zijn we in contact gekomen met die onderhandelmakelaar. En dat is eigenlijk allemaal via e-mail gegaan. En dat was heel makkelijk en efficiënt. Je schrijft eventjes een berichtje naar hem. Hij neemt contact met je op. Hij legt je uit wat de procedures zijn. De hele communicatie was heel efficiënt en snel. En daar ben ik erg tevreden mee. En nou ja, op die manier heeft hij eigenlijk, toen wij zeiden van nou, wij willen dat huis, heeft hij contact opgenomen met de verkoopmakelaar. Dus van de verkopende partij is in onderhandeling gegaan. En heeft eigenlijk binnen een niet al te lange tijd daar een behoorlijk bedrag van de vraagprijs af kunnen krijgen. En zoveel dat wij daar heel tevreden mee waren. En nou ja, dat was eigenlijk allemaal heel erg snel geregeld. Verder ga je, als je met hem in zee gaat, krijg je ook meteen binnen dat bedrag wat zij als vast bedrag hanteren, de kosten vergoed voor een taxateur. Dus er komt op een gegeven moment een taxateur, die wordt uit de regio gehaald. Die maakt een afspraak en die komt naar dat huis kijken. En op die manier hebben wij ook een meeloopbouwkundige hebben we gehad om te kijken of, nou ja, of alles aan het huis in orde was. We hebben daar geen rapport voor laten opmaken. We zijn gewoon erbij geweest toen ze die inspectie deden. En dat was helemaal prima. Dus nou ja, daar waren verder geen problemen mee. Nou ja, toen heeft hij uiteindelijk, toen het koopcontract was opgesteld door de verkopende makelaar, heeft de onderhandelmakelaar dat ook nog een keertje goed bekeken. Is daar goed doorheen gegaan, de juridische aspecten bekeken. Daar weten wij natuurlijk niet zoveel vanaf. Dus dat is prettig als dat goed gebeurt. En nou ja, tenslotte is de koop voltrokken. En daarna hebben we nog een keertje bericht gekregen van: goh, is het ermee en is het allemaal naar wens gegaan? Hebben jullie nog vragen of zo? Dus de afhandeling was eigenlijk ook heel prima. Kortom, als ik het kan samenvatten, dit hele betoog van hierboven, dan heb ik echt goede ervaringen met deze onderhandelmakelaar. Snel, efficiënt, heeft ons heel goed, denk ik, geholpen met het verlagen van de prijs. En ja, het was gewoon wel heel plezierig om met deze makelaar te kunnen werken. Dus dat is mijn verhaal.